Afvulloods. We brouwen hiernaast alles gaat door het centrifuge naar een helder biertank. Het centrifuge haalt alle hop en gist eruit, dat het gewoon frisser is en stabieler. Hier voor mijn tanks en de afvallijn. Dus hier worden alle blikjes gevuld. Dat vroeg me dus altijd al af, van hoe doe je nou een blikje weer dicht? Want dat gaat gewoon vol automatisch. Ja. De rollen bij vanzelf erin. Wordt er eerst gespoeld met CO2 om de zuurstof eruit te krijgen. Dan schuiven ze door, wordt gevuld met bier. En dan gaan ze, laten we zien, gaan ze deze kant op. Nou, deze pakt automatisch een rechtstukje mee. En dan komen ze hieronder. Dus de siemer. Krijgt hij een stamp. En die duwt er omhoog en dit zijn dan die flenzen de randjes dicht. Wat drinken jullie wel eens onder werktijd? Je moet het toch af te proeven of niet? We hebben proeven. Ja. Ik drink zelden te nooit onder werktijd. Nee. We proeven wel eens wat. Ja. Maar het is niet dat we blikken bier opentrekken om 12 uur. Nee. Ja, dat denken mensen ook altijd. Ik zou niet zeggen dat het nooit gebeurt, zoals het een keer gebeurd zijn, maar. Ik wil Kees Bubbeman, de eigenaar van Brouwerij Kees. Hoi. Charlotte, jij bent niet de eigenaar van Brouwerij Kees. Nee. Wat doe je hier? Ik ken jou vooral vanuit de kroeg. Hè? Ja. En zo. Ja, wat ik hier nu doe is de marketing. Ik ben de marketingdame van Brouwerij Kees. En wat ik eigenlijk zeg tegenwoordig is, voorheen verkocht ik bier achter de bar en nu promote ik het online. Ja, en ik zie ook inderdaad, want ik volg veel sociale media. Ik zie ook wel een soort piek sinds een aantal maanden. Ik zie ook bekende fotomodellen en zo. Ja. Dus, dat is leuk. Marketing is best belangrijk. Ik bedoel, dat is heel belangrijk. Wordt ook steeds belangrijker. Maar hoe lang bestaan jullie nou eigenlijk? Want ik ben hier geweest in 2017 toen. Dat was Middelburg 800. Ja. En toen brouwde jij de... We zijn 8 jaar bezig. En ik denk dat we in februari, 8 jaar terug, hebben we ons eerste bier gebrouwd. 2015. Dat is eigenlijk nog korter dan ik dacht, maar ja. Toch alweer 8 jaar. Dus, hiernaast begonnen in 1 loods en nu hebben we 3 loodsen. Dus en dat is dan meestal de snelle conclusie van, dan gaat het goed met het bedrijf. Ja, het gaat goed. We mogen niet klagen. Nee. Dus, nee, maar toen had je natuurlijk nog niet zo heel veel soorten, maar ik denk dat er, of ja, daar trouwens had je best wel al wat soorten. Ja, ja. Ja. Dat heb je van meet af aan eigenlijk al, hè? Ja. Want ik was er toen inderdaad voor het speciale 800 bier, dat was natuurlijk maar een eenmalige. Maar wat is er sinds in die 5 jaar zoal veranderd, behalve de groei? Het assortiment is een beetje veranderd. Toen ik mijn bedrijfsplan schreef, riep ik heel hard van ik doe alles alleen. Ondertussen werken hier 7 man, 8 man. Dus ja, dat is natuurlijk een hoop personeel bijgekomen. Ja. Als je groter wordt, heb je ook meer personeel, maar je kan niet alles alleen. Nee. Dus het is nou gewoon een bedrijf geworden. Maar je zei toen ook wel dat je best ook wat aan het buitenland levert. Is dat nog steeds zo? Is dat ook gewoon? Nou, het is al minder geworden. Corona heeft natuurlijk een hoop dingen door de war gegooid.
buy lokaal is ook steeds belangrijker. Mensen willen iets kopen uit de buurt. Dus ja, dan is het heel moeilijk om een bieruitmiddel te verkopen in Stockholm. Ja, ja. Terwijl daar in Zweden ook gewoon goede brouwerijen zitten. Ja. Dus het is wel anders. Ja. Maar tegelijkertijd, ik zie wel al die apps van verschillende bieren. Ik merk dat toch wel dat die dan altijd een speciaal bier uit het buitenland willen. Of een eentje waar er niet zoveel van zijn, dat soort dingen. Ja. Je hebt natuurlijk een hele kleine, ik weet niet of die heel klein is, natuurlijk een groep biergeeks. En die geven heel veel geld uit aan speciaal bier. En hoe verder het van hier vandaan komt, hoe beter het is. Ja. Dus er is altijd wel vraag naar, naar exclusieve bieren. Dat is voor ons ook. Ja. Dus wij verkopen wel bier in het buitenland, maar dat is natuurlijk een klein deel wat we brouwen. Ja, maar jij werkt ook met veel andere partijen samen. Van de zomer, dat is de laatste keer dat ik je zag, was je met Pascal Jacobsen, ja, met zijn bier. Ja. En ik hoorde je net dat je ook samenwerkt met Gulpen nog, of is dat niet echt een samenwerking? Of? We hebben samen een bier gebrouwen. Oké. Ja, dus hier gebrouwen gaat volgende week met een tankauto naar Gulpen en wordt afgevuld. En wordt opgetapt in hun eigen cafés. Maar dat vind ik dan al best wonderlijk, want dan denk ik Gulpen, dat is een hele grote brouwerij toch ook? Ja. En waarom hebben die jou dan nodig? Dat is dan toch een specialiteit die jij hebt die zij zelf niet kunnen... Dat weet ik ook niet. Toch zoeken ze wel de grote brouwers, zoeken ook connecties met de kleinere brouwers. Dat vinden hun ook leuk, toch? Ja. Praten over bier, dingen bedenken. En hun zitten altijd wel beperkt in een vast stramien wat ze mogen brouwen. Het is toch een grote brouwerij. En wij zijn veel flexibeler met gekke bieren brouwen. Ja, ja. Wat dat betreft, je hebt, noem ze een paar smaken, weet jij zo uit je hoofd een beetje hier? Je hebt gewoon lekkere stouts. We hebben net de Anniversary 8 bijvoorbeeld. Ja. We hebben heel veel IPA's. Een teal IPA, Minor Shade of Ale. Een nieuwe Weizener hoorde ik net nog nieuwe over. Een nieuwe Weizen bier, ja. Zeeuwse Lust. Zeeuwse Lust, klinkt echt goed. Eindelijk een Zeeuws bier van een Zeeuwse brouwerij. Die iedere Zeeuwse Lust. Nou, dan kan je wel even kijken naar spelen. Ik weet het niet. Ja. En hoe zijn jullie plannen? Want waar we vorig jaar ook wel eens over spraken, dat jij toch op zoek was ook naar een plek voor een proeflokaal in Middelburg. Ja. En dat vind ik natuurlijk als binnenstad geïnteresseerde zeer interessant. Hè? Want dat is altijd van, goh, waar zou dat gaan gebeuren? Je was er een paar keer dichtbij, begreep ik, maar het is toch lastig. We zijn begonnen met de Robuust. Dat toen maart, maar dat komt niet van de gemeente. We hebben ook eens gekeken bij het hoekje in de Sint-Janstraat, de Juf. Oh ja. Maar dat mocht ook niet van de gemeente. Toen hadden we een hele mooie locatie gevonden. Dat was op Bodeplein. Waar vroeger waar Ingrid Zinken zat. Ja. Maar toen kwam corona. Toen dacht ik, ja, nu even niet. En die mocht wel van de gemeente? Daar was de gemeente helemaal voor. Ja. Dat was... Dat was net. Die zagen dat helemaal zitten. En toen kwam de gemeente met het stationgebouw. Dat is ook wel leuk, maar daar zocht dus ook een soort maatschappelijke invulling bij. Dus zaaltjes vuur voor kaartverenigingen, sjoelverenigingen. Ja, daar zit je dan ook weer niet. Daar zit ik niet op te wachten. Nee. En we hebben nog een project de afgelopen maanden. Maar ik denk dat het toch wel een moeilijk jaar wordt. Horeca ligt al onder het vuur. Ja. Even niet. Gewoon even pas op de plaats. Ja. Op de plaats. En dan gaat dat voor het hele bedrijf? Want de productie ligt nog vol op stoom, neem ik aan. Tuurlijk. Ja. Ja. Maar je houdt er wel rekening mee dat... Tuurlijk, en een proeflokaal, die bent zo 1,5-2 ton kwijt. Dat is goed. Dankjewel. Alsjeblieft.